Het mooie van NL Doet is niet alleen dat mensen een handje kunnen komen helpen op verschillende projecten, maar ook dat er kennis gemaakt kan worden met buurt- of stadsgenoten. Bij de herbouw van de wipkorenmolen in Vianen was in ieder geval voldoende werk voor de vrijwilligers. Wij zijn hier nu aan het klussen aan onze bouwketen onder andere en wat grondverplaatsing. Als voorbereidingen voor de bouw van de herbouw van de wipkorenmolen in Vianen. De inzet van de vrijwilligers wordt bijzonder gewaardeerd. We komen nog heel veel geld tekort om de molen helemaal compleet af te bouwen. En alle inzet van vrijwilligers is daarom ontzettend gewenst en belangrijk. Omdat we daarmee ontzettend op de kosten kunnen besparen. En het is ook daarmee ook maatschappelijk goed dat mensen ook echt betrokken worden bij dit project. En dat geeft een goed gevoel voor iedereen. Ook voor de jaarlijkse grote schoonmaak van Fort Vuren werd er door de vrijwilligers hard gewerkt. Wij zijn in het kader van NL Doet zijn we onze museum schoon aan het maken. En niet alleen in het kader van NL Doet. Wij doen het eigenlijk aan het begin van het seizoen. Dan moet ons museum ontstoffen worden van alle spinnenwebben die gedurende een paar maanden hier zijn gaan groeien. En in het kader van NL Doet doen we dat natuurlijk met een aantal NL Doet vrijwilligers. Maar ook met de vrijwilligers die bij het museum horen. Er zijn een man of 15, er zijn er geloof ik niet zoveel vrouwen bij, maar man of 15... En als dit allemaal gedaan is, dan worden alle kasten ingeruimd en dan gaan we weer per 1 april open voor het publiek. Ook hier wordt de aanwezigheid van de vrijwilligers op verschillende manieren op prijs gesteld. Nou ja, op de eerste plaats, als je dit in je upje moet doen, is het veel te veel werk. Daar begint het mee. Maar het biedt ook gewoon de saamhorigheid. Weet je, we hebben allemaal dezelfde insteek om dit museum tot een succes te maken. En dat begint met schoonmaken. Als je bij jou in de buurt vrijwilligerswerk wil doen, er is altijd een vereniging in de buurt waar je inzet meer dan welkom is.